Nog één onderwerp. De grootste vliegtuigroof uit de geschiedenis wordt het al genoemd. Wat de Russen op dit moment doen. Ik weet niet of je dat hebt gehoord. Die leasen. Ja, die gaan al die lease toestellen gaan ze naasten. Ja. Precies, en die moeten natuurlijk, op een gegeven moment moeten die ook deels naar, of die staan in Rusland, die krijgen dan een nieuw nummer, een Russisch nummer. Ja. Ja, en die gaan natuurlijk niet meer terug naar de leasemaatschappij. Nee. Want een groot deel van de maatschappij leest natuurlijk hun vloot. Toch raakt Rusland op het punt van die vliegtuigen op vrij korte termijn ernstig in de problemen. Omdat ze geen reserveonderdelen krijgen. Precies. Ze hebben allemaal westerse toestellen gekocht natuurlijk sinds 1989. Omdat die Tupolev dingen inderdaad ook niet de top waren. Die viel ook als dode vlieger uit de lucht. Ik heb wel eens zo'n ding gevlogen. Dit is een andere kwestie. Dus er zullen steeds meer toestellen aan de grond komen. Stel, je kunt natuurlijk eerst cannibaliseren. Want je hebt een vrij omvangrijke vloot. Maar dat, aan het cannibaliseren is natuurlijk ook een grens gesteld. Dus als die sancties intact blijven, dan zullen ze toch heel snel problemen krijgen. Echt ernstige problemen. Ja, maar als ze ermee doorvliegen, is dat natuurlijk een gevaar voor de eigen bevolking. Ja, zonder meer. Maar daar hebben ze nooit erg zwaar aan getild, kan ik je verzekeren. Ook in de communistische tijd was het altijd zo, als er een vliegtuig neerstortte, dat werd doodgezwegen. Ja, wij zullen dat niet horen hier in het Westen. Nee. En als ze terugkomen, dan zijn die vliegtuigen eigenlijk waardeloos, want de onderhoudsgeschiedenis is natuurlijk zoek. Zonder twijfel. Dus of ze zouden helemaal geheel gereviseerd moeten worden. Maar ik denk dat inderdaad een verloren zaak is. Ja, schijnend toch, hè? Maar het hoort bij de oorlogsvoering ook dan deels. Ja, het hoort bij het patroon natuurlijk in allerlei. Natuurlijk, kijk, Rusland heeft besloten natuurlijk dan ook maar overal de beuk in te gooien. Hè? Ja, ja. Dat zie je ook aan de gasleveranties. Want natuurlijk die pesterij, dat ze het gas afvakkelen. Vond ik ook vrij sterk. Ja, ik wou nog iets zeggen eigenlijk, maar dat heeft hier met al deze dingen helemaal niets te maken. En dat betreft eigenlijk al die dingen die ik toegestuurd krijg. Hele aardige, vriendelijke brieven. Soms ook brieven dat ik het geloof wat serieuzer moet nemen. Dat ik, tot mijn spijt, kan ik daar niet aan voldoen. Ik kan het geloof niet volledig serieus nemen. Maar ik krijg ook portretten, tekeningen. En met name ook manuscripten toegestuurd. Zou u alstublieft mijn manuscript, mijn vaders manuscript enzovoort eens willen lezen en kijken of u het wat vindt. En lieve toestuurders, ik ben daar allemaal zeer dankbaar voor. Maar ik heb geen secretaresse. Ik word 79 aanstaande oktober. Ik heb een relatief druk leven. Ik kan simpelweg niet op al die attenties reageren. Dus ik dank er zeer voor. Ik dank iedereen die de moeite heeft genomen om iets te sturen. Van welke aard dan ook. Maar ik kan niet op elke, niet waar, op elke gift ook een dankbaar antwoord verzorgen. Het spijt me, maar het is niet anders. Hoe kom je er nu op dat je dat nu even wil benoemen? Dat wou ik toch al bij het begin, maar dan was ik weer vergeten. Oh, is het vergeten, ja. Geldt overigens ook voor de brieven die gestuurd worden over de podcast. Dat wordt allemaal wel gelezen, maar we kunnen niet overal op reageren natuurlijk. Dat is niet te doen. Nee, want dan moet je een apparaat hebben. Dus dan moet je dus een heel secretariaat hebben wat dit soort van dingen gaat zitten doen. Precies. Ik denk er nu aan. We moeten even een quoteje afgeven voor het persbericht van Beeld en Geluid over het archiveren van de podcast. Wat je daar als historicus van vindt. We hebben dat al een keer opgenomen, maar ik ben dat weer kwijtgeraakt. Ja. Dus of je daar nog even iets van, wat je daarvan vindt, dan zetten zij dat in het persbericht. Nou, ik stel archivering, officiële archivering, want daar gaat het hier om door het instituut Beeld en Geluid in Hilversum. Ik ben over dat gebouw, althans het uiterlijk van het gebouw, niet erg te spreken. Maar wat ze daar binnen doen, dat is ongelooflijk nuttig. En ik vind het eerlijk gezegd wel een compliment dat ze bereid zijn, of van plan zijn, of in ieder geval daar wensen hebben uitgesproken om onze podcast te archiveren. Ik juich dat zeer toe. Niet waar, ik hoop op deze wijze ook dat wij voor de eeuwigheid gearchiveerd worden. Dus dat je ook over 150 jaar nog kunt zeggen van zeg. Een hoogst interessante bron voor een leuk geschiedenis van de jaren, nou ja, zullen we maken het begin van de 20e eeuw, 21e eeuw, dat is die podcast. Ik neem aan ze ook een aantal andere podcasts zullen willen archiveren, want ik begreep dat ze ook de Dino-podcast willen archiveren. Ja, dat klopt. Nou, het is ook al... Het is een modern medium wat in alle opzichten toch weer een net iets andere draai geeft aan het commentaar. Dan laten we zeggen op één, om maar iets te noemen, of andere talkshows, die overigens waarschijnlijk ook allemaal gearchiveerd zullen worden.
Dat zou je ze aan ze moeten vragen. Is er nog iets wat jullie niet archiveren? Volgens mij archiveren ze alles. Het is ook trouwens al klaar, hè? Alle podcasts zijn gearchiveerd tot nu toe. Ah, goed zo. Ik juich het van harte toe. Oké, okay. Nou, dan stuur ik dit naar ze op en dan komt er... nuttig werk. Dan komt er een archief in ieder geval. Of een persbericht komt er daarover. Dus overigens, van Op1 is ook een podcast. Dat is gewoon de uitzending die ze dan doorzetten als podcast. Ah, wordt daar ook naar geluisterd? Geen idee, geen idee. Even kijken. Want dat is heel gek, ik weet niet of je wel eens naar de kijkcijfers kijkt. Van Op1? Ja, dat die starten dus met 1,3 miljoen kijkers. En het gemiddelde blijkt dan 700.000 te zijn. Dus die raken op een of andere manier de loop van de uitzending de helft van hun kijkers kwijt. Nou raken alle uitzendingen raakt een deel van de kijkers kwijt. En de loop van de uitzending, kennelijk zijn er enorm veel mensen die, hoe heet dat ook alweer, kanaal zwemmen. Zeppen. Ja. Ja. Kanaal zwemmen. Dat is ook wel een mooie naam. Ja, prachtig toch? Ja. Ik heb dan eens gedacht, ik ga een boek schrijven over één specifieke dag. Zomaar een dag. En ik zorg dat je had toen al, toen ik dat overdacht, had je al in Nederland, weet ik het, tientallen kanalen, maar toch een hoop kanalen. En ik kijk al die kanalen voor die ene dag af en daar schrijf ik een boek over. Wat was er nou op die dag? Moet ik ook niet een dag zijn van 9-11 of zo, maar gewoon een lullige dinsdag ergens in een lullige week, in een lullig jaar. En om een soort van snapshot van de cultuur te maken, dat leek me een geweldig idee. Een beetje wat Angela de Jong nu doet in haar columns. Nou, dat weet ik niet, omdat zij maar een heel bepaald type van programma volgens mij... Ja, dat klopt. Haar aandacht is vooral gericht op relatief populaire programma's, ja, die in de nette kranten niet besproken worden. Vaak om goede redenen, maar dat is volgens mij het gat in de markt wat zij ontdekt heeft. Dat zij probeert om kritisch te schrijven over Heel Holland Bakt, Robinson's Eiland of Kom Op. Al die eeuwige datingshows waar je ook denkt van, krijgen mensen daar nou niet genoeg van? Ja, je kunt ook zeggen, quizzen, krijgen ze daar nou niet genoeg van? Want de slimste mensen niet de enige quiz, het wemelt van de quizzen. En wat heb je nog meer? Maar ook die datingprogramma's, dat is toch van een ingrijpende treurigheid werkelijk. Ja, het blijft wel populair. Al die eilanden waar ze dan op gaan zitten. Ja. Want er zijn meerdere eilanden, die ik begreep altijd dat het allemaal in de Filipijnen wordt opgenomen, die dingen. Nou, er is nu een programma wat in de zomer ook. Want in de zomer is het fijn om wat vulling te hebben als zender. En RTL4 had B&B Vol Liefde. En dat waren dus mensen die een B&B hadden, een bed and breakfast, ja, in Europa. En die zochten liefde. Dus in die B&B gingen dan mensen uit die Nederland. Die zochten langs liefde. Ja, die hadden geen partner en die zochten dus wel een partner. En dan gingen verschillende mannen of vrouwen langs daar. En dan gingen ze dus met elkaar die B&B runnen en gingen ze kijken of de liefde nog in zat. Het lijkt me een stom, vervelend concept. Nou, dat is toch na de slimste. Waarom, waarom zoek je niet op internet naar een partner? Dat kan toch ook? Dat kan ook, maar dit was een populair programma. Daar keken toch bijna 1 miljoen mensen naar. Ik wens ze er veel sterkte bij. Ja, dan bij deze. Ik ben het boer zoekt vrouw, ook zo wat. Ik bedoel, allemaal. Ik heb het al gezegd. Zoekt u verstrooiing, kijk vooral televisie. Ja. Zoekt u informatie, wilt u iets weten? Wilt u er, laten we zeggen, klinkt gek, beter van worden? Lees dan iets. Nog een vraag van Debbie. Waarom en hoe onthoudt Maarten zoveel? Ik denk dat is een bekende vraag natuurlijk. Ten eerste wordt mijn geheugen, zeker mijn korte termijn geheugen, dat je toch even denkt, god, hoe heet die man ook alweer? En dat je op een woord kan komen. Volgens mij heb ik dat vaker dan vroeger. Al zeggen alle jonge mensen dat zij er ook last van hebben. Maar als je het nu hebt, denk je dat is mijn ouderdom. Maar het is algemeen bekend dat hoe meer je opgeslagen hebt in je hoofd, hoe meer, laten we zeggen, contacten je kunt maken, hoe complexer dat systeem is, hoe makkelijker het wordt om er iets aan toe te voegen. Als je toch al een prima systeem in je hoofd hebt voor, laten we zeggen, de jaartallen van de afgelopen, zal het in mijn geval zijn, 150 jaar, dan is het niet moeilijk om iets extra's te onthouden, om een extra jaartal te onthouden. Oké. Okay. Dus het is onthouden of iets uit je hoofd doen. Dat is ook natuurlijk overigens een kwestie van oefening. Kun je ook bijvoorbeeld goed leren door flink. Toen ik begon met de lezing had ik altijd de vrij uitgebreide notities. En dan, omdat ik de neiging heb, ook op daar had ik de neiging natuurlijk om af te dwalen en dan 10 minuten over iets totaal anders te spreken, zal ik maar zeggen. De,
kakkelakken of zoiets in een interessant onderwerp in ieder geval. En dan dacht ik van, oh jee, maar keek ik even op mijn papiertje en dan zei ik, dames en heren, het spijt me, maar ja, ik moet even terug en want ik heb hier nog staan, het is belangrijk dat ik u dat ook even vertel, tot ik mij realiseerde dat je publiek niet weet wat je vergeten bent. Ja, want ze, ja, ze hebben meestal helemaal niet nagedacht over het onderwerp waarover je spreekt, dus ze weten zoveel. Dus toen dacht ik, wat maakt geen zaak uit, ik hoef het ook niet op te schrijven. Ik heb wel meestal in mijn hoofd iets wat ik wil gaan zeggen. Ik ga straks iets over telescopen zeggen. Ja, dat heb ik wel in mijn hoofd zitten. Misschien vergeet ik ook wel wat. Ik sluit het niet uit. Hè? Maar dat weten de luisteraars toch niet. Nee. Je hebt natuurlijk altijd, als er maar genoeg luisteraars zijn, zeg je, heb je altijd de mensen van een briefje. Hoe is het mogelijk dat de heer Van Rossum dat wereldberoemde artikel heeft vergeten wat Einstein schreef, nietwaar? Kort voordat hij zijn nog wereldberoemde artikel schreef in 2005. Ja, dat heb je altijd. Hè? Bij de slimste mensen wemelt het ook. Hoe is het mogelijk dat, nou ja, dat ze dat niet gezien hebben en dat ze zo'n opmerkelijke fout over het hoofd hebben gezien? Ja, dat is waar. Als je maar genoeg kijkers hebt of luisteraars hebt, dan word je op elke kleinigheid. Er is natuurlijk niet zo fijn, al niet waar, als het mijn type van bedweter te betrappen op iets wat hij niet wist. Of waar hij net precies een verkeerd getal gegeven heeft. Of het jaartal met 1 jaar verschil heeft genoemd. Dat is dat de heer Van Rossum niet weet dat. Nou ja. Nee, er zijn ook dingen die ik niet weet. Sterker nog, er zijn veel meer dingen die ik niet weet dan die ik wel weet. Ja, zoals Koefnoen, wat dat betekent, dat zoeken we nog steeds. Ja, die... dat weten we niet, Koefnoen. Nee. Ik heb geen flauw idee. Nee, het zat dus in de slimste. Is het dus niet leuker om het niet te weten? Nee, dat is ook zo. Anoes van Beek wil nog weten, wat ziet Maarten als oplossing voor Ter Apel? Nou, ik zou zeggen, doe iets. Doe. Ik neem aan dat er in Nederland een soort van crisisapparaat is wat geactiveerd wordt. Stel voor dat we in oorlog raken of dat er echt grootschalig onmiddellijk gereageerd moet kunnen worden, organisatorisch ook. Dat moet er toch zijn. Hè? Voor het geval dat we het getroffen worden door een tsunami, een orkaanwind, weet ik veel wat. Activeer dat. Zet het leger in. Het was naar mijn idee intolerabel en beschamend. Dat vond toch werkelijk iedereen. Hè? Dus het leger is de oplossing? Nou, dat is niet de oplossing. Het gaat er mij om. Ik zou wel eens willen weten wat voor crisismaatregelen liggen er klaar voor het geval dat zelfs onze regering niet waar wil erkennen dat er sprake is van een niet tolerabele situatie. En dus hebben hier wel. Zou ze onder elkaar nou niet een keer bellen? Jongens, dit kan toch niet? Ik wil. We kunnen dit toch niet door laten lopen? En dan nog met zo'n klunzige oplossing komen. Die op zijn best op termijn enig effect kan sorteren, maar kijk, we zullen sowieso een emigratieland blijven. Daar kun je lang over ouwehoeren en kort over ouwehoeren. En natuurlijk heb je mensen zeggen, alle grenzen afsluiten, maar dat is in een geval als Nederland heel lastig. En bovendien hebben we tal van internationale verdragen getekend, dus we zullen moeten leven met het feit dat we een emigratieland zijn. Ja. Die reconstructies in de kranten zijn altijd interessant, waarin dan staat van hoe het achter de schermen gebeurt in Den Haag als zo'n crisis speelt. Ja, nou, dat niet zo best dus. Veel te laat, veel te traag, rommelig. Ja, maar de details kennen we niet. We weten niet precies wat er gezegd wordt onderling. Details leren we pas later van historici.